Ze bestaan echt. Leiders die een goede balans weten te vinden tussen het behalen van goede resultaten en het creëren van een betrokken team. Het zijn ook niet zomaar leiders, het zijn de beste leiders. Hoe ze dat doen? Dat ga ik jullie uitleggen. Zenger en Volkman hebben 6 clusters van gedragingen geformuleerd die zowel mensen als resultaten dienen. Als je ze als leider toepast, kun je zowel je resultaten als positieve relaties bereiken. Het gaat hierbij om de volgende 6. Het duidelijk communiceren van een strategie en richting. Het inspireren en motiveren. Het stellen van streefdoelen. Integer zijn en vertrouwen creëren. Anderen ontwikkelen en tenslotte jezelf leerbaar opstellen. Ik licht ze hier kort toe. Communiceer een duidelijke strategie en richting. Topresultaten bereik je als je helder bent over je richting en je strategie begrijpt. Wanneer mensen niet begrijpen wat de visie is, worden ze ontevreden. Ze weten niet welke richting ze op moeten. En leiders die de visie en richting goed en duidelijk communiceren, zorgen voor een betrokken team. Inspireer en motiveer. Resultaten kunnen op verschillende manieren bereikt worden. Je kunt mensen de juiste richting opduwen. Dat noemen we ook wel pushen. Dat lijkt misschien effectief, maar het werkt veel beter als we mensen meenemen. En dit doe je door te inspireren en motiveren. Werknemers zullen dan niet alleen werken voor resultaten omdat het moet, maar ook omdat ze zelf graag willen. Ook wel poolen genoemd. De juiste dynamiek van push en pull geeft de beste resultaten. Werknemers moeten het gevoel hebben dat zij het verschil kunnen maken. Stel streefdoelen vast. Lukt het jouw streefdoelen vast te stellen die worden geaccepteerd door jouw team? Dan stimuleer je mensen om meer uit zichzelf te halen. Door medewerkers te betrekken in het beslissingsproces en ze te laten meebeslissen over de streefdoelen, zullen ze zich gewaardeerd en bekwaam voelen. Wees integer en zorg voor vertrouwen. Als je als leidinggevende jouw medewerkers wilt stimuleren om resultaten te behalen, moet je allereerst vertrouwen zien te winnen. Vertrouwen en de motivatie van werknemers gaan hand in hand. Als leidinggevende ben je een rolmodel. Het is belangrijk dat je de daad bij het woord voegt en naar streeft eigen doelstellingen te behalen en investeert in de relatie met medewerkers. Ontwikkelt anderen. Richt je op de ontwikkeling van mensen en je zult zien dat het effect heeft op de resultaten die zij boeken. Mensen die zich continu ontwikkelen, zijn productiever. De meeste mensen hebben de behoefte zichzelf te ontwikkelen en leren graag nieuwe vaardigheden en competenties. Dit verhoogt de prestaties en zorgt voor een cultuur die stimulerend en boeiend is. Zo behoud je waardevolle werknemers, maar trek je ook nieuwe medewerkers aan. Wees leerbaar. Sta open voor feedback en doe hier iets mee. Als je dit doet, zul je je effectiviteit vergroten. Leiders die vragen om feedback van anderen en zich hard maken voor het verbeteren van de organisatie, worden gerespecteerd en gewaardeerd. Niemand is perfect en jouw coachbaarheid is een voorbeeld voor iedereen. Kortom, het combineren van een focus op resultaat met een oprechte interesse in mensen is een belangrijke vaardigheid. Het vormt een prachtige, krachtige combinatie. Een combinatie die indrukwekkende impact heeft op effectiviteit en betrokkenheid bij zowel leiders als werknemers. Wie wil dat nu niet?